Je zou al je gevoelens het liefste grond in wensen, omdat je bang bent abnormaal te zijn. Je bent bang dat ze zullen zeggen: kijk uit, die is niet goed. Omdat je voor je gaat slapen, nog even duimen moet. Of omdat je tegen jezelf praat, thuis en ook op school, word je geleerd wat fout en goed is. En als je toch iets fout doet, dan is er echt iets met je mis. Een meisje speelt met poppen en dat hoort ze leuk te vinden. Want later wordt zij moeder van hele echte kinderen. Een jongen speelt met auto's, geweren en met blokken. Maar als hij eens verdriet heeft, moet hij gauw met huilen stoppen. Want hij is toch al een flinke vent. Zo zijn er duizenden dingen die we eigenlijk nooit doen. Niet omdat we ze niet zouden willen, maar om ons goede fatsoen. Je moet doen wat je gezegd wordt, anders hoor je er niet bij. Je wordt als abnormaal beschouwd in deze maatschappij. Ik wil je vertellen een verhaaltje. Het gaat over mij en mijn vriendin. We zijn al jaren smal verliefd. We hebben alles wat ons belieft. We wonen sinds tijden, het is heel knus, ontvangen de post in dezelfde bus. Kippen en katten en een hond, hele bergen konijnen strand. Het gebeld stond er een man die na mijn sociale dienst hier kwam. Hij zat op het puntje van zijn stoel, de moraal die straalde van zijn smoel. Twee potten, dat maakte hem zo kwaad. Een schande voor buurt en kerk en staat. Hij kon aan ons echter niets doen, behalve het halveren van onze poen. Een oordeel hebben ze wel snel, uit zuinigheid zien ze ons als stel. Geaccepteerd te zijn is fijn, sociale dienst is voor uw welzijn. Klein, klein kindje, wat heb ik jou te geven? Je weet nog helemaal niets. Maar als je straks groot bent, moet je zelf gaan leven. En wat is dit voor wereld die ik je bied?
Als je straks groot bent, moet je gaan vechten. Als je straks groot bent, moet je naar school. Ik zal je leren te knokken voor je rechten en dat samen met velen te doen. Maar verder kan ik je niets geven. Klein lief kindje, geluk met je leven. Accepteer jij wel die
twee keus. Als je het mij vraagt, neem jij twee vrouwen in geen enkel opzicht serieus. Waarom denk je nou dat ik vast nooit goed ben gepakt? Als ik het met jou zou proberen, moet jij me zeker leren wat vrijen is met een man, want dat heus wel beter kan. Laat mij houden van wie ik wil, noem dat maar een modegril. Mensen die echt om me geven, die laten me mijn leven. Maar de hele maatschappij met jouw soort erbij, die kunnen maar één ding en dat vind ik. En ik, en ik, en ik. Die kunnen maar één ding en dat vind ik. En ik, en ik.